Lukt het jullie allemaal kijken naar een gloednieuwe video van bouw je line-ups met Sorair Nederland? De interlandperiode is gelukkig weer voorbij en eindelijk mogen we weer line-ups bouwen voor het weekend en voor de normale competities. En dat gaan we dan ook meteen doen, dus kom met me mee en laten we er gelijk in duiken. Het is ons weer gelukt om 11 fantastische line-ups te bouwen, de ene wat competitiever dan de andere. En met de ene waarschijnlijk wat meer kans op een reward dan met de andere. Maar laten we beginnen met de Bundesliga Specialist Limited. Zoals jullie weten, zoals de meesten van jullie misschien weten, hebben wij een, um, hebben wij meegedaan met de competitie van Serre, waarbij je tickets voor de Premier League kon winnen. Um, de Champion Europe competitie. Nou ja, aan de hand daarvan hadden wij nog Bundesliga-spelers over. Dus die kunnen we nu mooi inzetten in de Bundesliga Specialist Limited competitie. Uh, dat teampje is niet zo speciaal, uh, daar gaan we snel doorheen. Je ziet hem hier: Kevin Trap, Jonathan Ta, uh, Granit Saka, Alessana, Plea en de Common Kuzunu. Uh, in verband met afwezigheid van Tapsoba, die we toevallig ook limited hebben, maar die er dus niet bij is, uh, vanwege een blessure. Dan gaan we door. Naar de CAP 240 Limited. Dat is ook een uh, standaard championship team met uh, één toevoeging: en dat is Romero. Die hebben we gekocht voor de internationale Game Week um, als CAP 220 aanvaller. Uh, want hij speelt in de Tweede La Liga, dus um, was het een goed idee om die, uh, om die daar op te stellen? Um, hij heeft toevallig ook een goaltje meegepikt afgelopen uh, game week, dus dat is helemaal lekker. Dus laten we hem het vertrouwen nu ook geven en uh, wellicht dat er uh, weer een threshold in zit, want het was de vorige keer uh, niet zoveel soeps omdat er nogal uh, veel werd gerouleerd. Um, dan pakken we de, de volgende line-up, en dat is de Cap 220 Limited line-up. Um, vind ik, moet je zeggen, een, uh, vind ik wel een leuke line-up. Het enige is dat dit wel een beetje overblijfsel is van die andere um, limited-competities. Het is trouwens ook alweer bizar dat we vijf limited teams kunnen opstellen, en dat voor iemand die, en dat voor twee iemanden die zeiden dat we zouden stoppen met limited. <laughs> maar goed. Um, hier hebben we dus Andries Noppert, speelt tegen Fortuna. Uh, die kan een prima score neerzetten. Meulensteen tegen Ajax is natuurlijk uh, altijd, uh, altijd lastig. Misschien dit seizoen wat minder lastig dan, uh, dan voorheen. Uh, Sarawi um, weet heel eerlijk gezegd niet zeker of die gaat starten. Want ik heb het vermoeden, ik weet het niet precies zeker, maar dat hij er niet bij was afgelopen. Uh, Eredivisie Pot, um, ik uh, stel hem hier wel op. En uh, ook Gissa. En dan voor degenen die geabonneerd zijn op onze Patreon. Dan denken, he Gissa? Maar die hoort toch in Team Gissa? Zeker hoort hij in Team Gissa. Maar het is tegen PSV. En we willen jullie natuurlijk een leuke reward geven. Dus we hebben daar net even een andere keuze gemaakt. En misschien weten jullie die keuze al. Uh, hierbij natuurlijk nog Simons. Uh, altijd uh, een goede speler. Hopelijk kan hij het in Nederland zelf ook een keer laten zien. Um, dan gaan we nu naar... Team Gissa, waar ik het net over had. En op, in Team Gissa hebben we dit team opgesteld. Ik zei natuurlijk. Waarschijnlijk weten jullie wel wie de vervanger van Gissa is. Dat is onze enige echte legende, Bartje Vriends. Want dat is toch ook wel echt aan het uitgroeien tot een legende. Onze collega podcastmaker. <laughs> Bartje Vriends tegen Utrecht. In het kasteel zelfs. Nou, dat, dat kan niet anders als goed komen. Samen met Olai, die gaan de nul houden tegen Utrecht, uiteraard. Dan hebben we een Wiever, een Luc de Jong en een Ivan Usek. Uh, ik hoop dat hij gaat spelen. Daar ga ik eigenlijk wel vanuit. Dus dit is het team wat rewards gaat binnenslepen voor Team Gissa. En voor jullie patreons, rewards gaat, uh, gaat binnenslepen. En uh, nou, ik, ik ben ervan overtuigd dat het deze week gaat lukken. Uh, dan hebben we nog één team over. Uh, we zijn een beetje aan het investeren in spelertjes. En. Um, de winterstop komt eraan. Het is wat goedkoper, allemaal. Misschien dat het na de winterstop wat duurder wordt. Dus we zijn zo'n beetje spelletjes aan het kopen. En die kunnen we net goed gaan opstellen. Dus we hebben hier een All Star Limited team. En dat is eigenlijk een bijna volledige Feyenoord-stack. Met Tom Haye, die, die, die we nog in de club hadden, hadden van Team Gissa. Dus uh, dit is dat team geworden. Het is natuurlijk wel een, een, een monsterlijk team. Uh, leuk team. Ik ben benieuwd of hier wat uit gaat komen. In principe is het gewoon echt puur qua investering uh, voor na de winterstop. Uh, maar dat zien we dan wel verder. En het zou natuurlijk leuk, leuk meegenomen zijn als we nog rewards ermee kunnen pakken. Dan gaan we nu over naar het echte werk. Het echte werk en dat begint natuurlijk bij de Cap240 Rare Competitie. Ik moet je zeggen, de keuzes waren erg lastig deze Game Week. Um, we hadden hier namelijk keuze Jasper, Silas, Room. Dat zijn eigenlijk onze thresholdskeeper. Room tegen Ajax. Nou ja, vaak scoort Ajax er wel eentje. Uh, Bobby miste natuurlijk heel veel, maar hij maakt er ook wel eens eentje. <laughs> um, Jasper Sillis op goal. Go Eagles. Mm. Moeilijke wedstrijd, maar het is wel thuis tegen Go Eagles. En de Eagles hebben het lastig in uitwedstrijden. Het is een soort Twente van vorig seizoen. Bartje Vriends, legende, net over verteld. Julien baas. We hebben niet. Heel veel andere opties moet ik zeggen hier zo. Um, ja, buiten dat je een Twente middenvelder zou kunnen neerzetten. Wat, ik hier, wat we hierboven ook gedaan hebben met verlap. Maar ja, tegen PSV. Die zijn natuurlijk nog ongeslagen. Die hebben zelfs nog niet eens verloren. Dus ja, dan gaan we toch maar voor een baas en voor een uh, verlap. Want we zeker, weten zeker dat ze gaan spelen. Maar ja, tegen PSV en tegen Feyenoord. Dat wordt wel een, een pittige kluif. En dan hebben we nog die Druif in de hoop dat hij gaat starten. Want we hebben eigenlijk. Tafsan heeft natuurlijk een rode kaart gepakt. We hebben eigenlijk niet echt een, een aanvaller meer voor, uh, voor de Cap 240-competitie. Dus dit is, hij zijn eigenlijk de mannen die het moeten doen. En het heeft er wel eens beter uitgezien, moet ik zeggen. Uh, maar gelukkig hebben we nog andere competities. En laten we dan maar gaan naar de All-Star Rare-competitie. Dat is eigenlijk een line-up. Uh, hoeven we zeker niet lang bij stil te staan. Want dit is. Zo'n line-up. Je stelt de spelers op. Je weet dat ze gaan spelen. Maar je weet eigenlijk ook dat er geen reward in zit. Dus nou ja, ik check het even snel. Room, Watta, Tho Thomas, Wolfsinkel en Hilgers. Uh, en meer woorden ga ik daar niet veel aan Zo'n Zo'nzelfde soort competitie uh, is ook Cap 220 jaar Een beetje afvallertjes. Uh, en dan denk je afvallertjes. Gissa. Ja jongens, Twente spelers tegen PSV. Ik ben toch een beetje. Ja, moeten we dat wel gaan opstellen? En dit zijn toch wel weer spelers die. Wel gaan spelen. Dus, uh, en, en nu de Cap 2, Super Cap 220 competitie eraan komt, is het wel leuk om in ieder geval een team in te leveren met spelers die spelen. En dan is Gissa met zijn lage les 15 wel heel lekker om mee op te stellen. Uh, want daarmee kan je ook gewoon een uh, ruimte beschikbaar maken voor een Basie Kuipers. Nou, dit is dan uh, dat, dat team dat uh, eventueel Super Cap 220 uh, een, een maandelijks, aan het eind van de maand een rewardje moet gaan binnenslepen. En dan nu komen echt een paar bangers. En dan begin ik met de Rare Plus Banger. Dit, op papier is dit natuurlijk echt een banger van het team. Hilgers, Super Rare, Oegalden, Prupper, Oenestal, Sadilek. Echt legendes allemaal. Maar, PSV, zoals gezegd. Dat is een line-up. Ga je eigenlijk niet veel vanuit. Maar je weet het nooit, want het is wel een rolsvesten. Dus je zet ze wel bij elkaar in het team. En dan hebben we het, uh, er maar eventjes zo voor gekozen dat we dus één Super Rare hier opstellen. Wat ik hiermee verklap is dat Macy Hilgers niet in het threshold team staat. Dan hebben we ons beste rare team um, van deze Game Week: en dat is Challenger Europe Rare. De AZ-mannen spelen in een heel interessant potje tegen Volendam, tegen Jan Smitje. Ik ben heel benieuwd. Die houdt natuurlijk van klagen. Ik hoop dat hij aan het eind van de wedstrijd weer heel veel aan het klagen is en dat AZ er met 6-0 overheen is gegaan. Ik hoop dat deze spelers zijn betrokken bij doelpunten. En dan. Ik zie het wel eens gebeuren dat dit een heel lekkere score kan gaan worden. Ik, ik, ik mik eigenlijk een beetje op die 400. Plus. Wat denken jullie dat deze AZ-spelers gaan scoren? Laat het vooral eventjes weten. En degene die dichtst bij de score zit. Krijgt. Wat is leuk? Het is, het is wel leuk. Degene die dichtst bij de score zit van deze AZ-spelers. Wat krijgt hij? Een maandje toegang tot de Discord. Dat lijkt me een leuke deal. Dat is toch leuk om een keer mee te maken? Dus laat vooral weten in de reacties um, wat de score gaat zijn van deze AZ-spelers. Ik denk zelf dat het 400 plus gaat worden. Um, en dan gaan we nu naar de afsluiter van deze video. En dat is natuurlijk niks minder dan de CAP 240 Super. En ik moet je zeggen, dit ziet er echt niet slecht uit. We hebben een Jeffy, die doet het natuurlijk verschrikkelijk goed de afgelopen tijd. Ja, dan ga ik het weer benoemen. Hij staat in elke Cap240-competitie zowel limited als rare als super rare. Bartje Vriends, wat een baas. Dan hebben we Ukili eindelijk weer kunnen opstellen tegen Pek Dat is natuurlijk een interessant potje, want je ziet het hier, de nummer 8 tegen de nummer 15. Uh, RKC is natuurlijk niet in hele goede doen op het moment, en je ziet wel. We hebben wel een aardig uh, RKC-stekje hier zo staan, want ook Gary en Kramer staan hierbij. Uh, het is ook uit bij, bij Pax dus dat maakt het misschien wat lastiger. Um, maar het, het is moeilijk. Je zou hier bijvoorbeeld ook een Bart van Roy kunnen opstellen. Maar ja, tegen Go Eagles is het natuurlijk lastig. Je kan een Flamingo opstellen tegen Sparta uit. Mm, daar ben ik ook niet zo fan van. Van Ginkel heeft natuurlijk een rode kart, een rode prentenpak te en tegen Ajax. Dus of die uh, alsnog geschorst gaat zijn of niet. Ik weet niet of die uh, tuchtzaak al is geweest. Um, gaan we niet opstellen een Easy Mat tegen Ajax? En van Seuntjes weten we allemaal dat hij natuurlijk op dit moment niet, uh, niet aan spelen toekomt. In ieder geval niet in de basis. Ja, dus dan kom je bij deze namen uit. En um, ja, ik heb wel een goed gevoel in deze vijf namen. En dat komt eigenlijk voornamelijk door de onderste drie: Bartje Vriends, De Lange en Okili. Dat zijn de mannen die uh, de Cap 240 Super Threshold. Super Threshold noem ik het zelf. Ja, dan, eigenlijk is dat natuurlijk ook wel zo. De, de threshold uh, ja, mee, moeten naar, mee moeten gaan nemen naar huis. Um, de 187 euro. Ja, het is natuurlijk lekker als je die, als je die weer gaat pakken. Um, nou ja, dan uh, wil ik jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. Uh, hopelijk hebben jullie uh, er weer van genoten. En dan zou ik zeggen: vergeet niet dat duimpje omhoog te doen. Te abonneren op ons kanaal hier beneden. Laat even weten wat, uh, wat de spelers van AZ gaan scoren. En dan check ik jullie de volgende keer. Ciao.